Dit is de ingang van het Sint-Jans-hospitaal, een kleine 1000 jaar geleden al een ziekenhuis. En nu is het de plek in Brugge waar Memling hangt. Dit Memlingmuseum heeft erg veel overblijfselen uit de oude tijd. Bijvoorbeeld dit Mariaportaal boven de ingangspoort. Met links en rechts onder de dood van Maria. En daarboven de tronende Maria. Een kopie hiervan staat op zolder en daar wordt de iconografie uitgelegd. Vergeet vooral niet naar die zolder te gaan en bewonder het eikenhouten gebinte uit de tweede helft van de 13e eeuw. Op een klein zoldertje hiernaast sliepen de zustersverpleegsters. Het is een van de oudste hospitaalgebouwen in Europa en net als elders in Brugge is de oude architectuur mooi behouden. Ook binnen loop je rond in een monumentaal decor van stevige zuilen en Romaanse bogen, maar ook met een imposante collectie kunstwerken, niet alleen Memling, maar ook bijvoorbeeld Jan Provoost en Pieter Claessens. Naast schilderijen die in de 15e en 16e eeuw gemaakt zijn naar voorbeeld van onder meer Rogier van der Weijden en Hugo van der Goes. Zeker vanaf het einde van de 12e eeuw hebben hier zieken gelegen. Een enkel schilderij herinneren daaraan. Onder meer uit de late 18e eeuw een overzicht van de ziekenzaal door Jan Beerbroek. Naast het schilderij staat de draagstoel voor het vervoer van de zieke. En die draagstoel die zie je ook op het schilderij, daar rechts onderaan. Hier lagen de arme en doodzieke bruggelingen. En hier zie je zowat alles wat er in een ziekenhuis gebeurde. Behalve het werk van de chirurgijn. Die zie je op deze anatomische les, de eerste die in januari 1675 werd uitgevoerd door Cornelis Kelderman, helemaal rechts. Dit Corneliusbeeld uit de 14e eeuw met de pauselijke tiaar op zijn hoofd heeft hier altijd gestaan. De hulp van de heilige Cornelius werd ingeroepen bij epilepsie en bij kinderziekten. Vanuit je bed kon je zijn hulp inroepen. Uiteraard veel heilige beelden. Mijn aandacht gaat vooral naar Maria met de schrijvende Christus. Niet echt waarheidsgetrouw, maar een mooi beeld. In elk geval, wat hij schreef of krabbelde, is niet bewaard gebleven.